Over 2 weken is hij de man, de anderhalve week feitelijk, die Nederland voor het eerst sinds 1989 de gele trui moet bezorgen. En dat is dan voor het eerst sinds de gele trui werd gedragen door deze man. Erik Breukink. Erik Breukink was in 1989 de laatste Nederlander in de Tour de France die de gele trui droeg. 1 dag lang. Hij won de proloog van 7,8 kilometer door de stad Luxemburg. Erik Breukink, dat mag er wezen. Keurig. 9,54. In totaal pakte Breukink 4 ritwinsten in de Tour de France en in 1990 werd hij zelfs derde in de Tour. 26 jaar geleden, waarom duurt dat toch allemaal zo lang? We gaan erover praten of Tom Dumoulin de man voor ons wordt voor het geel met niemand minder dan de wielerkenner José de Kouwer. José, hartelijk welkom. Normaal langs het wielerpeloton of in een commentaarhokje vandaag in het Europees Parlement. De eerste keer overigens actief hier in het Europees Parlement? Inderdaad, ja. Ja. Eerste keer. En is dit al onwennig en is dat anders dan anders? Het is een hele mooie studio, maar het is iets groter. Hè? Het is iets groter. Ja. Alles is hier iets groter in Brussel. Wel, ja. Ja. In Nederland, we hadden het net over, 26 jaar is het geleden dat een Nederlander de gele trui droeg. Dat is eigenlijk bizar lang voor een wielerland, vinden we in Nederland. Ja, maar het is dan ook de Tour. Hè? Ah, en dat betekent? Alles wordt 3 maal uitvergroot, groter dan. Mensen die zouden twijfelen aan de Giro of de Vuelta of de Tour, maal 3. Ja. Het is gewoon een heel groot evenement en zo makkelijk is het niet om daar een gele trui te pakken. Nee, plus dat eigenlijk elke topwielrenner op zijn topjaren daar ook echt zijn topdoel van maakt. Dus het is niet zo dat men zomaar naar de Tour gaat. Je ziet nu in de laatste kranten en al wat erbij komt, dat is echt naar de Tour mogen is op dit moment al een gunst. Is al iets, ja. Ja. Toprenners in de topjaren. Tom Dumoulin is 24 jaar. Dan ben je als renner nog geen echte toprenner. Hè? Dat is niet je topjaren nog niet. Dat zijn voor Tour de France gegevens nog niet topjaren, maar voor een tijdrit van die afstand, 14 kilometer zou ik zeggen, moet kunnen. Moet kunnen. Betekent dit dat José de Kouwer er vertrouwen heeft dat Tom Dumoulin de gele trui gaat pakken volgende week zaterdag? Van mij zou het alvast mogen. Ja. Ik ben een supporter van Tom Dumoulin. Niet omdat hij een Nederlander is, maar gewoon omdat het een geweldige wielrenner is. Ja, wat maakt hem zo geweldig? Hij kan meer dan tijdrijden alleen. Alleen mag men in Nederland nu niet beginnen dromen van een toerwinnaar. Daar zou ik toch zeker niet aan beginnen. Dat hebben we dat proberen doen met Cancellara tijdrijders. Hebben we dat gedaan met Tony Martin tijdrijder. En het is van geen van beide gelukt. En het zal ook bij Tom Dumoulin niet lukken, nee. Denk ik. Maar wel geel nemen. Wel geel nemen. Laten we even kijken naar wat Tom Dumoulin daar zelf over zei afgelopen week. Toen hij zeer succesvol 2 tijdritten won in de Ronde van Zwitserland. Ik weet wat ik moet doen. Ik heb er alles aan gedaan. We hebben, zoals je misschien hebt kunnen zien, vandaag een nieuwe tijdritfiets uitgeprobeerd. We hebben een nieuw pak is ontwikkeld door onze sponsor Edgehondo. En nieuwe helm. Dus alles in het nieuw en allemaal super snel. En ik hoop, ja, in ieder geval, we hebben er alles aan gedaan. We zijn op hoogte geweest. Dus ja, ik kan er nu niks meer aan doen. Ik kan alleen nog maar herstellen tot de Tour. En dan, dan moet het goed zijn en als het dan tegenvalt, ja, dat is jammer en dat is dan maar zo. Nog 1,5 week, dus dan moet het gebeuren voor Tom Dumoulin. Nieuwe fiets, nieuwe helm, nieuw pak. Hij doet er echt alles aan om optimaal geprepareerd te zijn. Ja, ik kan er nu nog mee trainen ook. Hè. Het is niet zo zoals in de Tour ooit gedaan en met Mollema om de dag ervoor een nieuwe fiets in gang te trekken. Dus dit heeft hem toch wel even tijd. En ja, het is vooral een kwestie van vertrouwen. Hij heeft hem opgedaan in de voorbije ronde van Zwitserland. Stressbestendig lijkt hij mij wel te zijn. Alleen de vraag is nog, de proloog moet nog gereden worden en of hem dan op dat moment stressbestendig genoeg is. Proloog, het is een tijdrit. Ja. Niet vallen, recht blijven, zal belangrijk zijn. Geen te grote risico's nemen, maar mij lijkt alles aanwezig om het te doen. En het zou voor de toerstart en voor Nederland, zelfs voor Vlaanderen, mooi zijn. Nu verdedigt hij morgen in Emmen nog de nationale titeltijdrijder. Normaal gesproken gaat hij dat ook wel winnen. Zondag rijdt hij niet bij het nationaal kampioenschap. Net als heel veel andere renners, die rijden niet mee in het nationaal kampioenschap. Is dat te begrijpen vanuit het zicht van Tom Dumoulin? Ja, toch wel. Ja. Vooral om risico's te vermijden. Dat peloton, gretig, Nederlands kampioenschap. Of hij nu Nederlands kampioen wordt of niet op de weg, dat heeft voor de carrière van Tom Dumoulin denk ik niets te betekenen. Het is dat eigenlijk al ontgroeid voor mij. Dus ja, ik geef hem daar geen ongelijk in. Tijdrijden is een discipline op zich. Daar moet hij alleen maar rekening houden met zichzelf. Nou, mocht ik van Tom zijn, ik zou proberen om een hele goede start te rijden.
een beetje simulatie doen van de eerste 14 kilometer. Want dat gaat toch wel goed weg zijn, goed vertrekken. En Utrecht zal toch wel enorm belangrijk zijn. Het grote geweld komt van Tony Martin uiteindelijk. Daar moet het van komen. Dat duel gaan we zien. Martin tegen Dumoulin. Ja, normaal gezien. En dat denk ik dat Dumoulin een klein beetje in het voordeel is gezien zijn jeugd. Kortere afstand. Moet in principe sneller kunnen starten dan Tony Martin. Dat zou een klein voordeel kunnen zijn, denk ik. Oké, okay, Jeroen Leenaar, sportliefhebber, wielerliefhebber ook in deze zin. Kijk je hier naar uit en dat geel van Tom? Ja, hij moet het nog waarmaken natuurlijk. En ik ben het wat dat betreft heel eens met José Kouwer. In Nederland zijn we vaak een beetje, als iemand goed rijdt, dan maken we meteen de allerbeste renner in de wereld. Dan leggen we er ontzettend veel druk op. Daar zijn we goed in. Ja, daar zijn we goed in. Maar ik denk dat, als je ziet, Tom Dumoulin zelf, heel nuchter. Hij gaat gewoon zijn best doen en ik ga ervan uit dat een hele succesvolle afloop moet hebben. Maar ik ga in ieder geval aan de buis gekluisterd zitten. Mail, Tom Dumoulin, Wout Poels, is dat abracadabra voor je? Ja. Daar weet je echt helemaal niks van. Nee. dat kan je ook niet bekoren, wielrennen. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Dat is geen punt. Wout Poels is de andere Limburger in het team van Froome. Een van de grote favorieten natuurlijk voor de eindzegen, Froome. Poels gaat zeer waarschijnlijk gewoon mee naar de Ronde van Frankrijk. Dit zei hij 2 weken geleden in de Dauphiné, voorbereidingskoers op die ronde. Het is allemaal wel een beetje hetzelfde eigenlijk. Een vriendelijke, rustige jongen en heel aardig en een goede gast eigenlijk. Is het dan toch van jou niet af en toe nog wennen van, goh, ik slaap op de kamer met de Tourwinnaar? Een beetje wel, maar na een nachtje valt dat ook wel mee. Dan zie je ook gewoon dat hij naar het toilet moet en zo. En, weet je wat het is? Je bent gewoon ploeggenoot en nou is Chris het en de volgende koers weer iemand anders. Maar het is wel mooi om met zo iemand samen te kunnen werken. Want samenwerken in Team Sky betekent dat je deel uitmaakt van een geoliede machine waar de hele wielerwereld de vingers bij aflikt. En Wout Poels uit Bitterswijk bleek deze Dauphiné een hele belangrijke schakel in de ploeg. Dat is belangrijk voor hem. Maar Wout Poels kijkt ook al verder. Het is heel mooi om hier onderdeel van uit te maken en dat het zo allemaal gaat. En, ik heb nu wel zelf wat ambitie om in de grote ronde top 10 te gaan rijden. En ik denk dat dit een hele goede opstap is om te kijken hoe Chris het doet, hoe Team Sky het doet. En hopelijk kan ik dan volgend jaar of jaar erop een keer voor mijn eigen kans gaan. Is het dan niet in de Tour, maar wel in de veld of in de Giro. Kom aan, Wouter. En wie weet slaapt hij vanaf Utrecht weer elke avond naast Tour-favoriet Chris Froome. Even 2 punten uit het interview halen. Enerzijds zegt Poels fantastisch om bij de ploeg van Froome te rijden om hem aan die toerzegen te helpen. Heeft Poels zich helemaal gerefrangeerd na die valpartij van 3 jaar geleden? Is hij weer terug op het oude niveau? Ja, dat denk ik wel. Vooral na hetgeen we voorbije weken gezien hebben in de Dauphiné. Goed, heel goed. Alleen heb ik daar toch wel een bedenking bij dat hij eigenlijk 2 zaken door elkaar haalt. De ene keer op het ene moment zegt hij ik wil knecht spelen en ik ga vol knechten voor Froome. Ja. En op het einde van de zin eindigt hij met toch misschien de volgende jaren dan proberen voor mezelf. Ik denk dat Poels op een moment gekomen is dat hij zijn carrière moet gaan beslissen. Want we hebben gezien van andere renners binnen die ploeg die ook proberen zo'n beetje tussen de twee. Dat is heel moeilijk werken. Het is ofwel één... Of je gaat voor jezelf of je blijft knechten in een topploeg. Ja. Maar ja, Froome zelf was natuurlijk ook de knecht van Wiggins 2 jaar geleden. Ja, klopt helemaal. Dus het kan wel. Het kan wel, maar dan gaat Wout Poels moeten tijd leren tijdrijden. Op topniveau. Hij gaat hem alles moeten overleven op topniveau. En dat is toch nog wel even iets anders. Dus ik denk eigenlijk dat zegt deze u, hij kan beter hierbij blijven. En deze Tour zal hem denk ik veel wijzer maken. Ja. Wat voor duel gaat het worden? Want alle toppers die zijn er dit jaar bij in de Tour. Froome, Contador, Nibali. Het gaat een heel interessante Tour worden. Het gaat een heel interessante Tour worden die gemaakt is denk ik voor Thibaut Pinot. Weinig lange tijdritten erin. Geen lange tijdrit. Alleen een tijdrit van 14 kilometer. Relatief korte ploegentijdrit. Met een hele lastige finale week. Wie gaat hem winnen? Ik heb in februari gezegd Quintana en daar blijf ik bij. Quintana, die schrijven we op. Dank, de Tour dus. Volgende week zaterdag in Utrecht de grote start met misschien wel de eerste gele trui dan in handen van Tom Dumoulin. Hij is de vertegenwoordiger van Nederland hier in Brussel. Hij is de ambassadeur, Hennis Schuur. Nog heel even, want dan vertrekt hij voor misschien wel de mooiste buitenpost die je kunt krijgen als ambassadeur. Dat is Washington. Maar wat doet eigenlijk een ambassadeur? The ambassador's receptions are noted in society for their host's exquisite taste that captivates his guests.
自己了。Ja, gekscherend natuurlijk een beetje, maar wat doe je eigenlijk als ambassadeur en hoe kun je je land of je regio vertegenwoordigen? We praten erover met de ambassadeur zelf, Hennis Schuwer, en met oud-ambassadeur en oud-europarlementariër Jan-Willem Bertens. Heer, hartelijk welkom. We hebben geen chocolaatjes aan tafel, maar dat is natuurlijk het gekscherende beeld van wat doet een ambassadeur feitelijk. Maar aan de andere kant, meneer Schuwer, we zagen op TV Brussel onlangs een portret van u. U werd gevolgd in de laatste dagen van uw carrière, want u gaat eind augustus naar Amerika. En toen kwamen we eigenlijk het volgende beeld tegen, dat toch een beetje dat beeld schetst. Okay. Ik ga altijd even voordat we aan een lunch beginnen even goeiedag zeggen. Ik heb een fantastische kok. En kijken wat we eten. En of het allemaal goed gaat. Of ik niet moet zeggen dat de soufflé ingestart is of zo. Nee. Pieter! Yes! How are you? Good. Good, good, good. Tell me, what are we eating? So today we're eating fresh asparagus. And then we have a tropic fruit salad with sabayo. Because we are all on a diet. Exactly. We're all on a diet. Very good. Ik heb een Zweedse kok en wij zeggen dat hij de beste kok van Brussel is. Welkom in de residentie van de Nederlandse ambassadeur. Ja, als we dit zien, heeft u de mooiste baan van u heeft een prachtige statige villa. U kunt dineren, u heeft een eigen kok. Een mooiere baan bestaat bijna niet. Beetje overdreven beeld dit, hè? Dat vind ik wel. Zeggen, nee, laten we twee dingen zeggen. Ik vind dit een van de mooiste banen die er is, maar niet vanwege dit. Nee, dat is natuurlijk het grote clichébeeld. We maken daar een schets van. Maar je kent dat clichébeeld wel. Wat doet eigenlijk feitelijk een ambassadeur en hoe vertegenwoordig je je land? Nou, u zegt het juist. Ik vertegenwoordig mijn land. Ik vertegenwoordig mijn land hier in België. Dat betekent dat ik mijn land vertegenwoordig in alle facetten. Veel van mijn tijd gaat in economisch werk zitten. Maar ook, dit is een land waarmee we hele oude historische culturele banden hebben. Nou, die moet je onderhouden. Daarnaast heeft, laten we heel eerlijk zijn, Nederland een speciale positie in België. 60% van dit land spreekt Nederlands. Er wordt natuurlijk zeer naar de grote buren in het noorden gekeken voor allerlei facetten. Dat moet je uitdragen, dat moet je ook verbinden van wat er hier in België leeft met wat er in Nederland leeft. En dat kan ik u zeggen, is een goede dagtaak. Ja, uw overbuurman Jan-Willem Bertens was ook ambassadeur in zijn rijke internationale politieke leven, maar ook oud-europarlementariër. En van u werd altijd gezegd, u vergat nooit uw afkomst, want zelfs in Europa, hier in Brussel, sprak je altijd over Limburg. Was het noodzakelijk? Sterker nog, over Maastricht om te beginnen. Oh, sorry. Dat was al bekend omdat we dat verdrag van Maastricht hadden. Ik heb een van mijn medewerkers, overigens verondersteld dat je zelf ook werkt als je medewerkers hebt, bij te houden hoe vaak Maastricht werd genoemd. Überhaupt Maastricht, Maastrichtoise. Nou, dat was per dag zo'n 200 keer. Kijk, en als je dan nog niet over Maastricht spreekt, en natuurlijk in Limburg heb je altijd nog kans dat een Belg zegt, maar we hebben ook een Limburgse. Ja, dat had ooit bij elkaar gemoeten, omdat dat de overblijfselen waren van de departement van de Nederbaas. Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. We hebben één Limburgs, moet ik zeggen, Europarlementariër zit hier aan tafel van alle Europarlementsleden. Kun je goed als Europarlementariër en zou je eigenlijk, vindt u, de regio Limburg ook echt moeten vertegenwoordigen? Hoe belangrijk is dat? Nou, ik denk dat er een aantal Europarlementariërs zijn die een duidelijk regionale inslag hebben. Laten we heel eerlijk zijn, dit is ook, we hebben dat erkend hè, in Europa. Dat we naast landen ook regio's hebben. We hebben een comité van de regio's. Dus we hebben heel duidelijk ingezet op regio's. En ik merk ook zelf dat ze zeggen zuidelijk Nederland en België, dat sluit heel goed bij op elkaar aan. Als de minister-president van Nederland samen met de minister-president van Vlaanderen met z'n tweeën op handelsreis gaan, zoals ze vorige keer gedaan hebben naar Houston, Amerika, en wat ze nu weer gaan doen naar Atlanta, dan vertegenwoordigen ze een regio. Dan vertegenwoordigen ze de Delta-regio, Rijn, Schelde, die Delta-regio. Dus regio is echt een begrip wat leeft. Hoor ik u bijna zeggen dat Zuid-Nederland en Vlaanderen misschien wel samen moeten gaan? Nee, dat hoort u me zeker niet zeggen. Dat was nieuws geweest vanavond. Want dan heeft België misschien ook nog eens een gele trui dragen. Ja, dan wordt duwen uit België. Ja, dat zal. Of een Vlamingen, zal ik zeggen. En dan worden we eindelijk wereldkampioen. Dat is wel zo. Ja. U weet. Nee, dat natuurlijk niet. Maar ik denk dat regio's heel erg belangrijk zijn. En ook dat het
wegnemen tussen grenzen, tussen regio's. Een van de taken die wij toch ook wel heel duidelijk hebben, ook bijvoorbeeld in Benelux-verband, dat dat heel erg belangrijk is. Meneer Wettes, dat is natuurlijk gekscherend. Natuurlijk gaan België, zeg even nu, en Nederland niet meer samen. Maar herkent u dat beeld wel? Ja. Eén gezamenlijke regio lijkt veel op elkaar. Ja, maar dat is zo. De heer Heineken, bekend van het bier, die heeft ooit een hele grote kaart van Europa gemaakt met regio's. En heeft u de toenmalige Nederlandse Europarlementariërs bij elkaar geroepen. Drankje erbij natuurlijk, waarom ook niet. En hij heeft gezegd, kijk, als dit Europa vertegenwoordigd zou worden door de vertegenwoordigers van de regio's, dan krijgt iedere Fransman dat wat hij verwacht en iedere Belg dat wat hij hoopt en iedere Nederlander wat hij opeist. Dat laatste sloeg natuurlijk op ons eisen dat wij vinden dat wij hebben hetzelfde recht, één stem. Ja. Luxemburg heeft dat ook, maar toen was de EEG nog een stukje kleiner dan nu. Overigens, toen hadden we 5 Limburgers onder de 25 Europarlementariërs. Dus doe je best. Meneer Schuur, want u vertegenwoordigt natuurlijk Nederland en België. Straks gaat u naar Amerika om Nederland te vertegenwoordigen. Houdt u wel een beetje in de gaten hoe regio's zichzelf presenteren? Nou, en zegt u wel eens van, goh, Limburg, dat mag wel wat meer, want u moet eens goed opletten wat er allemaal gebeurt. Ik heb heel goed contact met in dit geval de gouverneur van Limburg of de commissaris van de Koningin. Met name, zeg ik eerlijk, uit de zuidelijke provincie, om een logische geografische reden. Doet Limburg het goed, vindt u? Ja. Oh? Ja, Limburg doet het goed. Ik denk natuurlijk, het grote powerhouse is een beetje Brabant, wat natuurlijk veel groter is. Maar Limburg doet het heel goed, Zeeland doet het ook goed. En je merkt dat die mensen veel naar Brussel komen om zich te presenteren als regio. Ja, meneer Bertens, dat betekent eigenlijk dat u nog vaker bij ons aan tafel kunt aanschuiven om de regio Limburg nog wat meer in Brussel te vertegenwoordigen. Ik hoop ook dat de regio Limburg of de provincie Limburg toch iets meer werk blijft maken van de bereikbaarheid van België vanuit de hoofdstad Maastricht. Als u ziet dat de discussie over het woord mag ik niet gebruiken, maar ik zeg over een of ander lullig spoorlijntje naar Hasselt, daar wordt nu al ik weet niet hoeveel eeuwen over gesproken. Eeuwen, toen hadden we nog geen trein, al tientallen jaren over gesproken. Ja. En hetzelfde geldt over de bekende directe lijn met een soort TGV, hou op, TGV, Maastricht naar Brussel. En je kunt alleen maar naar een wereld te winnen, begrijp ik. Je kunt alleen maar naar Tongeren bijvoorbeeld als je een auto hebt. Juist. Ja. Dat vind ik erg genoeg, maar ik ga graag naar Tongeren. Dat is gezegd. Dank u wel, meneer Wettes. En veel succes in Washington. Dank u vertrekt over 2 maanden. Ja. Andere centrum van de wereld is dat.